Als je de volledige wedstrijd bekijkt, verdiende overwinning. We hebben nog meer kansen gehad. Maar als we langs de andere kant bekijken, hebben we ook twee, drie grote kansen gehad. En voor hetzelfde geld loopt het weer anders af dan dat we al tegen die top 3, 4 ploegen gehad hebben. Maar blij dat we vandaag het laken anders toe hebben kunnen trekken. Ja, het was een moeilijk drieluik. Hè? Als je Beerschot, Union en Mechelen voor de kiezen krijgt, dan moet je de mouwen opstropen, vanuit een goed blok proberen te spelen en kansen te creëren. Ik denk dat we dat vorige week op Beerschot hebben gedaan. En mits een beetje meer geluk kunnen we daar ook winnen. Vandaag hebben we weer vanuit het goede blok gespeeld. Maar toch kansen gecreëerd. Hè. Ik denk, als je de wedstrijd totaal bekijkt, hè, zoals mijn collega ook terecht zegt, ja, verdienen we die overwinning, verdienen we die 3 punten. Maar ik ben vooral blij met de manier waarop iedereen vanuit een goed blok, maar ook in balbezit durven voetballen, kansen creëren. En ook een dankje aan de supporters die ons zijn blijven vooruit duwen. En dat geeft de spelers toch weer die 10-15% extra om er tegenaan te gaan. Ik denk na het tweede doelpunt was de wedstrijd gespeeld. De momenten dat zij hebben, puur op basis van kwaliteit, houdt Koen van Langendonk ons recht. Ik denk dat dat ook gezegd mag worden. Voor jezelf, ja, ook een aantal mooie reddingen vandaag. Hè? Ja, oké. Als keeper weet je, als je tegen zulke ploegen speelt, dat er spelers tussen zitten die vanuit het niks een kans creëren of goed spelen ook. En dan ben ik blij dat ik die bal kan pakken en zo het vertrouwen aan de rest van de ploeg kan geven om toch de 3 punten hier te halen. En allemaal samen! En allemaal samen! En allemaal samen! En allemaal samen! Nio is ook een ploeg die heel goed vanuit de organisatie speelt. En als je daar tegen achter komt, is het leven al heel moeilijk om een goal te maken. En nu wordt het scenario omgedraaid. Zijn wij voorgekomen, moest Union een beetje komen. En hebben wij ook wel spelers van voor staan die daarvan kunnen profiteren. Ik denk dat de tweede goal daar wel zichtbaar was. Ik ben heel fier op mijn groep. We hebben vorige week, of na de wedstrijd tegen Lommel, de beslissing genomen om toch iets te gaan veranderen, omdat we vonden dat tegenstrevers te makkelijk onze 3-5-2 konden opvangen. Dus we zijn overschakeld op een nieuw systeem. En tot hiertoe hebben we zeker geen spijt van die keuze.